hartelijk welkom allemaal. Wat zijn we met een ontzettend grote groep mensen. En op de een of andere manier is dat altijd zo met kerst. Dus ik wil alle mensen vragen die nu met kerst hier zijn, de Mazzoek Satya, kom ook eens op een andere dinsdag, altijd laatste dinsdag van de maand. En geniet dan ook van de gezellige Mazzoek Satya. Wat gaan we vandaag doen? We hebben een speciale kerstbijeenkomst. Peter Tatipata, die verzorgt vandaag de muziek. We hebben dominee Moens, die komt weer een mooi verhaal vertellen over de kerst, of in de kerstgedachte. Er is nog een verrassingsoptreden. De Rockabilly Rebel Dancers, die zitten daar aan die tafel, die komen twee keer voor u dansen. En waarschijnlijk wordt u ook uitgenodigd om gewoon te komen dansen. Dat kan natuurlijk als Peter speelt met zijn band. Maar dat kan ook zomaar gevraagd worden door andere artiesten die hier iets doen. Nou, volgens mij heb ik nu alles gezegd wat ik moet zeggen. En ik wens u een hele fijne middag. Thank you.
Oh,
Bissau, Kato en Joop naar voren willen komen. Kato en Joop. Kato en Kato. Dames en heren, ik denk dat velen van jullie weten, Kato en Joop waren een van de medeoprichters van de Masuk Satya bijna 20 jaar geleden. En nu, nog geen 20 jaar, haak ze helaas af. Want ja, de tijd begint ook mee te spelen. Hè? En daarom vond ik het gepast dat ik voor jullie een danklied ga zingen. Oké? Okay. Joop, Toon, wil jullie? Hier staat. Kijk eruit, Bedankt voor al jullie energie die jullie in de afgelopen 19,5 jaar in de Masuk Satya Den Helder hebben gestoken. Waarvan jullie één van de medeoprichters waren. Joop en Kato, nogmaals bedankt. Het gaat jullie goed. Big time,
of you. But don't forget me, still of you. Ik wil nog wel, want je hebt net heel keurig iedereen bedankt en iedereen over Wil heeft ook uitgelegd. Je hebt bloemen gehad en een overzicht van bijna 20 jaar van Suzanne organiseren. Je bent met pensioen. Het is jullie gegund. Eindelijk met pensioen, het is toch gekomen. Maar je had net een heel mooi woordje, dat heeft niemand gehoord. Dus je mag nog een keer. Oké, maar in elk geval, ik wil alle medewerkers van het verleden en heden wil ik allemaal bedanken. En ook de gasten hier. Ik hoop dat jullie vaker hier zullen komen. Want het is best een gezellige middag. Want waar kun je nou voor 3 euro een gezellige middag houden? Met muziek, met eten. Ik zou zeggen, komen mensen.